Bijzondere gasten deze zaterdagmiddag in het Osse-Jan Kunenpark. Romeinen hebben kamp gemaakt en behalve tenten met uitleg over wapentuig van gladiatoren en ouderwetse gebruiksvoorwerpen, waren er een aantal demonstraties. Zoals deze, waarin Romeinen laten zien hoe soldaten er in die tijd uitzagen en wat ze deden. Een zwaard, een dolk, een speer, een panzerschild. De soldaten showden hun hele arsenaal en een paar honderd toeschouwers keken aandachtig toe. Het neerstrijken van Romeinen in het park heeft alles te maken met de tentoonstelling Onder Os. Die is vanaf deze zaterdag te zien in het museum Jan Kunne.